Hij is echt heel lelijk geworden. Hey! Oké, okay, doei. Kijk, daar gaat hij. Het is zo leuk om hier te zijn. Ik heb nog nooit deze box besteld. Ik merkte dat dat wel echt moet om mijn haarkleur mooi te houden. Dus wil jij deze stel dan winnen? Jullie zitten hier nu gewoon als allereerste al. Ik draag nooit dit soort kleding. Oh ja, hallo. Kijk. Oh, deze is ook zo leuk. Het is zo fijn om en fulltime te werken en daarnaast nog een heel erg leuk leven te leiden. Morgen. Morgen? Ja, morgen. Ik dacht ineens dat ik geen sok meer heb. Dat ik natuurlijk eten moet verzorgen. Dus ik ben weer twee ijsjes aan het koken. En ik dacht, ik snijf zelf een courgette. En ik vind inderdaad ketchup, olie, zout en peper. Want ik vind courgette echt zo lekker. En dan ga ik gewoon courgette eten. Een outfit waarvan ik denk, kan dit? Geen idee. Ik heb echt een mega oversized spijkerjasje aan. En mijn nieuwe schoenen vind ik echt geweldig. Ik ben met chenildraad en deze soort van handleiding fietsen aan het maken. En ik ben echt heel trots, want hij is bijna klaar. Cool, hè? Jongens, mijn fiets is af. Ik moet even op YouTube laten zien hoe mooi mijn fiets is geworden natuurlijk, hè? Oh, hij is echt heel lelijk geworden. Ik dacht dat hij vet goed gelukt was. Dit is mijn tussendoortje. En dit is mijn lunch. Hey jongens, jullie hebben gemeengestest. Het was dus vandaag een event van Mooi PR. Dat is wel een droom waar ik heel goed contact mee heb. En ook de laatste twee samenwerkingen mee heb gehad via hun. En ze hebben zijn verhuisd, wat goed is. Ze hebben nu een soort van housewarming met al hun merken. Dat is echt super leuk altijd. En ik wilde eigenlijk niet gaan, omdat ik zo moe was en zo. Maar Christina gaat, Rebecca gaat en Sharon en Inga die gaan ook. En ik wilde sowieso heel graag Rebecca en Christina hier zien. Dat is gewoon super leuk. En ze gaan een sushi eten. Alleen het punt is dat zij waarschijnlijk om 7 uur weggaan. En ik ben er pas om 7:50. Dus ik ben nu bijna daar. Dus er is een kans dat ze zijn er al heel lang, dat zij gewoon echt weg willen. En dat ik dus alleen naar het event ga en daarna naar huis. Omdat, of ik schuif later bij ze aan of zo. Maar ik denk niet dat ze willen wachten. Helaas, maar ik snap het al. Ze zijn er echt al heel lang. Maar dat is gewoon zo stom als je werkt. Ik kan gewoon niet eerder. Ik kan niet. Ik kom echt rechtstreeks uit mijn werk. Ik heb een ander shirt aangetrokken en that's it. Dus. Nou, het beeld ziet er wel oké uit, gelukkig. Hallo. Moet ik een foto maken? Ja, ze doet het wel. Ja, het is altijd best laat hoor. Ja. Ik ben al lang blij dat jullie er nog zijn. Nee, ja? Ja, maar ze zijn hongerig. Ik ben nu stressvolle dag al. We doen één korte. Nice. Vandaag is toch een kelderstaat. Hallo. We gaan nu weer naar de sushi tent lopen. Hey, sexy lady. Is dat deze? Sushi! En Inge eet patat. Dit ziet er geen spijs uit. Heb je nou alleen patat? Maar wat denk ik van dat is zo als ik eet hoor? Wel. Ik ben niet in de mukbang stemming. Oké, doei. Oké jongens, ik ben thuis. Ik had wel een beetje spijt van mijn kledingkeuze. Ruup zei dus dat het leuk was. Gewoon wat ik vandaag aan had, maar het doet het zo slecht op foto's naast iedereen die er zeg maar een beetje chic uitziet. Dus weet ik dat voor de volgende keer. Ik wist ook echt niet hoe ik moest staan. Maar Rup gaat morgen dus 5 dagen weg. En laatst was hij 2 dagen weg. Dat vond ik heel chill. Maar nu gaat hij 5 dagen weg. Dat vind ik toch wel echt heel erg lang. Dat ik nu een beetje baal van wow, ik moet echt over een half uur slapen. En als ik morgen naar mijn werk ga, zie ik hem niet heel 5 dagen. En Rebecca komt dus dit weekend. Dus ik zie haar overmorgen weer. Dat is wel heel gezellig. Ik vind het alleen thuis heerlijk. Maar ik ga hem nu wel aan missen. Dus ik ga nu even met hem knuffelen. Nou jongens, dat is geen goodiebag. Dus ik kan niks laten zien. Wel jammer. Want de keer dat ik bij dat event van mooi was. Vet leuk, had ik een hele video gemaakt over een goodiebag unboxing, omdat ik zoveel leuke dingen had. Maar dit keer niet, het was anders. Wel jammer, maar ja, ik krijg genoeg natuurlijk. Daar gaat het niet om, maar het is gewoon leuk na zo'n event om producten met jullie te kunnen delen. En ik heb deze schattige kaartjes van Hallmark. Dat vind ik wel heel cute. Volgens mij mochten we die gewoon pakken. Ik heb er 4 gepakt. Ik vind deze grappig. Die ga ik aan Ruben geven. Goed, nu slapen. Het is weer te laat. Ik ben deze week veel te laat naar bed elke dag. Wel blij dat ik weer gegaan ben. En ik heb heel veel zin om Rebecca overmorgen te zien. Dus morgen werken. Als thuis kom is Ruben nog niet meer. En dan morgenavond even lekker helemaal uitrusten. En dan komt zaterdag Rebecca al. Dus helemaal zin in. Leuk lerenrek hier, hè? Oké. Okay. Ik zie er echt niet zo heel erg mooi uit. Nou, doei. Ik ga nu weg. Ik ben echt laat. En Ruben gaat nu ook weg. Dus kijk, daar gaat hij. Hallo, mijn kindjes zijn nu naar gym, maar ik wil even zeggen dat
ik zo'n lekkere week heb gehad. Echt, ik ben eigenlijk... Het is een van mijn vermoeiste weken ooit. Qua hoe moe ik ben door wat ik na mijn werk heb gedaan. En weinig slapen en leuke dingen doen en zo. Maar echt, ik heb mijn kinderen ook net zo'n groot compliment gegeven. Dit was zo'n topweek. En daar word ik echt heel blij van. Het was echt zo gezellig en we hebben heel hard gewerkt. Dus ik hou echt van mijn baan. Ik hou echt van mijn baan. Het is zo leuk om juf te zijn. Echt waar. Tuurlijk is het zwaar, maar het is heel leuk. Dat zal ik even zeggen. En nu ga ik even weektaken maken en zo. Even een tipje voor de leerkrachten onder ons, onder mijn vlogkijkers of ouders of wat dan ook. Ik heb de website jufmeloo.nl, ken je hem misschien wel? Maar ik heb dus iets ontdekt en volgens mij is het nieuw. Je kunt daar dus nu helemaal zelf werkbladen samenstellen. Bijvoorbeeld hier over kloktijden. Kun je echt kiezen hoe je de tijd wil aanduiden. Van wat naar wat je wil dat ze het gaan berekenen. Dan maak je er een pdf van. Kijk. Heb je bijvoorbeeld nu op 5 minuten afgerond. Heb je eigenlijk een soort van zelf gemaakt. Je kunt ook op minuten. En ik had net bijvoorbeeld geldsommen. Kan je helemaal kiezen op 50 cent afgerond met briefjes. Hier heb ik gewoon echt in een halve minuut zelf regel 1, 2, 3 ingetypt. En je hebt een schrijfblad. Je kon kiezen hoe grote letters, schrijfletters, aan elkaar letters. Of het is hetzelfde blokletters. Het is echt niet normaal zo chill. Je kan alles kiezen. Kijk, ik heb iets gehaakt. Mag je stemmen op internet? Oh. Dit is Armand gemaakt voor mijn liefdallige collega. Ze is er heel erg blij mee. Hallo, ik ben thuis. Ik trek meteen mijn badjas weer aan. Ik ben echt net 1 seconde thuis. Dit was echt een leuke week, zoals ik al zei. Maar ook een hele leuke afsluiting. Want onze conciërge had een haaktie bedacht. Dus haken en borrelen. En ik dacht eerst van, nee, vrijdag wil ik lekker met je partij naar huis. En toen zag ik iedereen daar. Toen dacht ik wil er ook bij zijn. En het was echt heel gezellig. Lekker, lekkere hapjes. Ik had nu dus niks mee. Maar de volgende keer ga ik echt ook aanmelden en ook dingen meenemen. Het was echt heel leuk. En wat gehaakt. Natuurlijk ben ik heel moe, maar ik voel me energiek doordat het allemaal zo leuk was. En nu ga ik lekker uit de papel kijken, want het staat er nu op. En de hele avond chillen. Lekker eten, lekker koken zo. Courgette pasta met champignon iets. Beetje gezond. En gewoon relaxen en ik moet niet te laat naar bed. En dan morgen rustig opstaan en dan naar Almere om Rebecca te meeten. En waarschijnlijk gaan we daar samen een pashokjesvlog maken. Ik heb er echt net nog één gemaakt, maar wel te leuk. Het is allebei een eigen video en dan zeg maar samen. En dan gaan we naar mijn huis en dan is het echt het hele weekend met Rebecca en ik heb er echt zin in. Maar heel lekker dat ik nu een avondje nog voor mezelf heb. Dus, ciao bouw. Bobby houdt heel erg van water, maar Noah niet echt. Maar eens in de zoveel tijd gaat hij hierin en dan ga ik hem stiekem nat maken. Ik denk dat hij het wel door heeft, toch? Maar vindt hij het eigenlijk wel lekker. Dan ga ik hem even lekker een beetje zo wassen. Met Bobby doe ik dat ook. Maar hij is een hekel aan water. Dus ik snap niet waarom ik dit mag doen. Ik snap het echt niet. Als hij niet leuk vindt, gaat hij toch wel weg. Nu is het wel heel nat aan het worden, nou. Vind je het nog steeds niet erg? Dan gaat Bobby hem dan aflikken. Dat is zo schattig. Hey Noah, kijk eens. Vind je het lekker, stekelbaars? Noah, vind je het lekker? Hij is heel knuffelig weer. Hey. Mocht je afvragen waarom wij het kittens noemen? Want er zijn al lang geen kittens meer. We vinden kitten gewoon leuk klinken. Hey kitten. Wil je nog een kitten? Nee hè. Nee hè. Kijk, je broer is nat. Nu moet je hem likken. Ja, zie je? Oh, dat vind ik zo schattig. Lekker hè? Yes, het is echt al laat. Maar de postbode die... het is 7:45 is nog langsgekomen, dus het is altijd. En ik had al eens pilletjes getest. Ik heb het echt een heel potje getest. Dus een maand. Zeker een maand. Maar goed, dankjewel mooi. Ik vind het heel leuk dat ik het weer kan testen. Als dit werkt, is het gewoon de oplossing. Nou, ik had het in mijn vorige vlog ook al verteld. En dan is het ook echt best wel goedkoop, vind ik, als dit werkt. Dus blijf me volgen. Ik blijf het testen voor jullie. Ik heb nog nooit deze box besteld. En dat ziet er vet goed uit. Zeker zo'n avocado urumaki. Maki urumaki. Spicy tuna. California. En Abi. Goedemorgen jongens. Ik ben de hele tijd een beetje aan het opruimen. Ik ga zo naar Almere. Ik had dus dit aan. Ik weet niet eens of het me leuk staat. Eigenlijk. Maar ik weet eigenlijk niet. Het is 20 graden. Maar ik denk dat het niet zo warm is dat je al zoiets aan gaat trekken. Is het leuk? Ik wil even laten zien dat dit mijn haar is met heel veel spul erin. Maar voor het stylen. Dus dit is al zeg maar heel erg getemd door het spul. Echt woesh woesh. En nu ga ik straks laten zien hoe het er nou uitziet na het stylen.
met mijn nieuwe John Barron's website. Cheese stelt dan. Okay, dit is echt, ik denk een minuut later. Ik heb niet eens in secties verdeeld. Het was echt, ik heb echt gewoon een paar keer dit gedaan. Nice. Dus hij ziet er niet alleen leuk uit, hij is ook echt heel goed. Ik ben vooral heel benieuwd hoe het zeg maar het einde van de dag is. En als ik heb geslapen, want mijn haar overleeft meestal niet de nacht. Wauw. Ik vind mijn haarkleur ook erg mooi. Ik was het nu elke keer met zilver shampoo. Dus ik merkte dat dat wel echt moet om mijn haarkleur mooi te houden. Ik heb het gewassen met de zilver shampoo en conditioner van DM. Ze zijn nu wel bijna op. Daarna met dat nieuwe kokosmasker van Garnier, waar ik een Instagram foto mee heb geplaatst. Kijk hoeveel mooier, hè. En ik weet trouwens dat je haar in secties eigenlijk moet verdelen, maar... Daarna heb ik dat nieuwe John Frieda Secret Agent gebruikt, dat ik in mijn pasverkiesshop blog heb laten zien. En om de hitte te beschermen en het ook wat zijder te halen, maken mijn haar dat paarse nieuwe product van L'Oreal, Sleek Straight ofzo, wat ik ook op mijn Instagram heb gezet. Dus ik laat het product nu even niet zien, maar ik heb die allemaal al eens laten zien, dus dan weten jullie even wat ik heb gebruikt. En dit glijdt zo makkelijk over mijn haar. Ik vind het heel leuk om weer zo'n zomeroutfitje aan te hebben, maar ik weet niet of het helemaal... Ik heb hier zeg maar een balkon, maar het balkon zit nu nog in de schaduw. Dus ik kan niet goed inschatten. Het enige wat ik wel weet is dat het best wel waait. En gisteren, mijn werk, was het lekker zonnig buiten spelen, maar het woei. En daardoor was het nog wel wat kouder, dus ik denk niet dat ik dit aan ga doen. Ik ga even een beetje opschieten. Doei! Oké, jongen. Oh, dat soort tasje staat er niet bij. Jammer. Oh, ik dacht echt dat het heel leuk ging staan. Soms in de camera zie je het pas. Ik wou zeggen, dit is echt out of my comfort zone. Ik draag nooit dit soort kleding. Rebecca vond het leuk, maar ze vond een jasje niet leuk. Maar dit is het beste die ik heb. Ik moet er echt iets overheen. Oké, nou, ik moet opschieten. En dit moet ook nog naar de auto en het vuilnis en... Oh, doei! Oké, scheidingsstation. Echt, mijn hele auto ligt vol. Als ik naar Rebecca's pashoekje kijk, is het enige wat ik zie, is het een enorme bil. We zijn lekker aan het eten. Kijk, mijn kan dus niet licht. Oh jeetje, nee, dat is echt donker. Kan hij niet. Oeh, maar anyhow, het zit super vol. We zijn ook een beetje aan de Hugo. Super lekker. Ik vind deze wel echt heel zoet trouwens. Ben ik niet gewend. Ik heb altijd heel zoet. Wel lekker, maar niet wijn. Ja, dat was eigenlijk gewoon een update voor nu. Ik wil nog even zeggen dat we gefilmd hebben. De video komt natuurlijk nog online of staat al online. Je weet waar je het kan vinden. Oké, tjallas. Tjallas. Ciao! Hey, wat leuk om mezelf eens te zien. Hallo. Kijk, bijna niemand vindt Noah leuk. En Noah vindt helemaal nooit echt veel mensen leuk, maar... Then there's me. Hij vindt mijn moeder leuk en hij vindt Rebecca gelukkig leuk. Ik ben echt zo'n kattenvrij. Kijk, en dat is goed van nu geen aandacht aan Bobby geven. Oh ja, maar dat kan ik al helemaal niet. Hij is jaloers. Maar ik heb aandacht voor twee. Hi. Oh, zo mooi met die achtergrond. Ik hou van katten, echt. Noah, vind je het... Ik vind het zo leuk dat ik een kattenvriendin heb. Ja, vind je het leuk met Rebecca? Wil je niet met mij? Jawel, ook. Vooral hier. Oh, liefje. Oké, okay, jongens, wij gaan slapen. Ik kan nog even laten zien dat ik dus mijn broek uit mijn pashoekje shopploeg, die zwarte, heb omgeruild voor... Rebecca zag deze. Ik had hem dus... Vorige keer was hij er volgens mij nog niet. Veel leuker. En dus in een 42 en die zit echt wel goed. Maar ik moet wel zeggen dat ik nu al voel dat hij waarschijnlijk weer gaat lubberen. Maar ja. Daar hebben we een riem voor. Rebecca ligt hier. Doei Rebecca! Ik zei dat ik niet meer zou komen. Tot ziens! En morgen ga ik jullie even laten zien wat ik nog meer heb gekocht. Weet jullie nog vorig jaar die slippers van de Primark die zo leuk zijn? Die daar. Zal er nu deze? Er staat wel Team Bright op, maar maakt niet uit. Leuk met deze broek. Die slippers... Die broek is leuk met je roze hakken hoor. Ik heb nu die slippers met dat roze en het is echt heel leuk. Ach, je moet het even zien. Kijk. Oh ja. Geweldig, toch? Die slippers. Ik vind ze zo leuk. Ja. Dan staat er maar Team Bright op. Ik wil ook die met die bont. Ja, ik wil het open. Oh. Ja, heel tof. Doei. Doei. Oh, het is zo leuk. Nou, nu ga ik echt stoppen. Goedemorgen. Wij hebben even lekker koffie gedronken en rustig onze make-up gedaan. En nu gaan we voor mijn kanaal ook al mukbang opnemen. Het is zeg maar met snacks, maar ja, mukbang-stijl. Dus we gaan weer lekker daar zitten, denk ik, waar we gisteren zaten met sushi mukbang. Ik heb weer roze aan. Ik heb zo vaak roze aan, maar ik vind het leuk. Lekker vrolijk. We gaan drankjes en snacks proeven, dus ik ga het even prepareren.
En die video kunnen jullie dus op mijn kanaal zien. Ik denk dat die al online staat. Ik wil even een Instagram foto maken over dat ik mijn haar aan het stylen ben. Je kunt nu naar mijn Instagram gaan. En daar staat dan nu, in ieder geval vandaag, komt de foto van de winactie. Dus wil jij deze stelting winnen? En dat wil je echt. Echt, je wordt zo gelukkig van een roze stelting. En hij is gewoon echt mega goed. Ik vind het zo leuk dat ik hem mag weggeven. Even naar mijn Instagram gaan. En ja, het is alleen als je Instagram hebt. Maar maak gewoon een Instagram account aan voor de mensen die het niet hebben. Want zoveel winacties gaan via Instagram. En bij die post zie je ook wat je moet doen om te winnen. Geef sowieso deze video even een duimpje omhoog. En voor de rest moet je alles op Instagram doen. Dus. En als troostprijs komt er nog een kortingscode. Maar dat doe ik als ik de winnaar bekend heb gemaakt. Okido. Ciao. Shots maken. Of is het... Ik zou het los doen, denk ik. Want ik vind het bij een trui misschien bij mij, bij deze, te. Haar en... Ja, heb ik trui. Ook. Maar ik heb het nooit vast, hè. Dan kan ik het beter bij de sieraden doen. Vast? Vast. Ik ga het ook bij mijn sieraden vast doen. Maar dan is het wel verstandiger, denk ik. Jeetje, wat moeilijk dat het zo ver weg is. Ja, is het ook. Oké, we hebben net dus de video opgenomen. Ik weet niet of ik al had verteld dat we dit gingen doen. Maar spontaan in de video dacht ik ineens, we hebben zoveel. Plus, we hadden nog een video nodig voor Rebecca. En dat is echt een beetje, we doen dit wel of dit. En eigenlijk willen we dat niet. We willen wel gepassioneerde video's maken. Daar kwamen we ook gewoon niet met z'n idee. Toen, en eigenlijk moeten we voort was gaan filmen van tevoren echt bedenken wat we willen. Dingen meenemen of zo om te gaan proeven, dat soort dingen. Gelukkig had ik wel die toko dingen al gekocht. Maar dat was eigenlijk gewoon makker tegenaan liep. Ik ben wel blij met mijn haar. Het is nog steeds lekker stijl van die steltang. Heel fijn. Mooie kleur. Ik was even bang dat het dus helemaal weg zou zijn, de kleur van de kapper. Maar doordat ik het met zilver shampoo was, vind ik het wel mooi. Het is wel wat lichter, maar wel mooi. Dit zijn eventjes is even een overview van alle sieraden die we getest hebben. En er zaten echt toffe dingen bij. Ja, echt hoor. En wij zijn allebei liever van wat goedkopere dingen. Als je kwijtraakt, maakt niet uit. En na drie keer vind je het niet meer leuk. Dus dan is dit wel een tip als je ook zo bent. Dan is het ideaal. Dat is perfect. Echt toppie. Ciao. Ciao. Heb je nog nooit geprobeerd? Nee, maar ik wou het in mijn video zeggen. Van de ik had ze nu laatst ook voor het eerst gekocht. Van Mora Ovens en Airfryer Snacks. Dit zijn vegetarische bitterballen. Met champignon en broccoli. En dit zijn dus de kaas, ook van Mora. Lekker. Lekker. Benieuwd. Lekker op het balkonnetje. Lekker. En ik heb even mijn nieuwe outfit aan, want ik wil straks, als ik Rebecca naar het station breng, even een foto. Een fotootje maken. Oké. Oké. Dat is niet heel heet. Beetje. Oh ja. Op en op. Oh, nee, gewoon echt heel heet. Oh. Niet eens een beetje heet. Wel warm. Lekker. Ze zijn best wel crispy. Wel snel vallen ze uit elkaar, maar ze zijn wel crispy. Ja. Maar ik vind ze echt te heet nog. Wow. Ik vind het al heel snel iets te heet. Lekker. Ze zijn heel lekker. Het is niet een bitterbal, want je proeft geen vlees, maar wel qua structuur. Nee, maar het is wel goed. Ragoe-achtig. Ja. En ik denk dat dat ook wel heel fijn is. En echt wel vettig. Ja. Ja. Maar dan zie je toch niet dat ik op je rug ben? Dan moet je nog één stapje achteruit. Ja. Waarom is het hier totaal niet awkward? Gek, hè? Maar gaan we dat bespreken? Okay, vind je dat niet? Oké, okay, nu, hè? Maar ik was heel... Het kan niet. Oké, we moeten eerder opstappen. Ja, klopt. Je had geen opstap, hè? Nee, we moeten echt hier beginnen. Oh, ik vind achterop dit ook zo eng. Oh, ik dacht dat je ging vallen. Nee, ik kan niet. Oh. Nee, we moeten daar zitten. Nee, je moest verder van de stop, dat werd niet mooi. Maar het lukt niet. Ik vind het eng. Wil jij fietsen? Nee, dat vind ik ook eng. Oh. Nog één keer. Maar het lukt gewoon niet anders. Het is echt moeilijk. Oh ja, heel charmant dit, maar ik moet even kijken of je filmt. We hebben genoeg. Oh, ik heb het heet. We hebben zoveel. De zomer gaat waarschijnlijk eigenlijk weer zin om dit soort dingen te doen. Echt, hè? Ik film altijd als ik net binnenkom. Ik weet niet waarom. Ik heb Rebecca dus net op de trein gezet. Het is al bijna 5:30. Schappig, we waren allebei een beetje ingekakt. En toen ging ik mijn foto's maken. En ze had eigenlijk geen zin. Tenminste, ze voelde zich niet Instagram waardig. En ik vond het wel. Ik vond dat ik een leuke outfit aan heb gehad. En onze outfits matchen ook best wel. Ik moet even mijn outfit laten zien. Ik vind het zo leuk. En nu gaan jullie waarschijnlijk zeggen dat ik vaker dit soort dingen moet dragen. Maar nou ja, ik ben er nu mee over straat geweest. Het is natuurlijk wel kort. En ik heb het buikjesprobleem. Maar ik vind het erg leuk. We hebben wel nu veel foto's met dezelfde outfit. Maar we hebben echt, nou ja, jullie hebben het gezien, op elkaars rug springen en zo. Het is echt heel leuk. En ik heb Ruben even lekker gebeld.
Die klonk helemaal blij, dus het is fijn te weten dat hij het leuk heeft. En ik ga nu weer even met deze liefjes op het balkon zitten. Kom maar, jongens. En dan nu is het gewoon even rust chillen. En wel fijn met Rebecca kan ik ook rust nemen, maar je eentje is natuurlijk altijd anders. Even chillen. Nog even van de zon genieten. En dan lekker series kijken. En ik moet wel zeggen dat buiten foto's maken in de zon, dat ik even in de war raak. Omdat ik dan even denk dat het vakantie is of zo. Dat is wel jammer. Morgen weer werken. Maar als de zon gaat schijnen, merk je wel van, het is bijna weer vakantie, weet je? Het is misschien nog helemaal niet bijna, maar toch ook weer wel bijna. Tijd gaat best snel. Dus, ik ga niet te veel proberen te filmen, want ik heb al veel te veel materiaal. Dus doei! Thee gaan koken voordat ik weer moe werd en niet gezond zou gaan eten. Het is een gebakken zoet uitje. Tenminste, zoet ui heet dat. In olijfolie met oesterzwam, heel erg lekker in stukjes gedaan. En volkoren spaghetti, niet heel erg veel, maar wel gewoon lekker. Het is echt grote portions dat ik morgen ook nog heb of zo. Misschien niet mee naar mijn werk, want ik heb geen eten. Dan van Grand Italia een funghi sausje erdoorheen. En courgette pasta. En dat is het. Het is niet heel veel saus, maar wel lekker. Hallo allemaal, mijn kinderen zijn het weg. En we hadden vandaag een uitje. Superleuk naar een voorstelling. En ik had het echt niet gedacht. Maar ineens zag ik mijn klas van vorig jaar, van mijn Leo. Dus ik vond het zo leuk om ze weer te zien. Daar word ik echt heel blij van. En vanavond ga ik naar een première met Susanna. Ik dacht eerst ik ga niet, toen dacht ik ga gewoon. Dus dat was het. Doei. Ik ben thuis. Weer film ik als ik 1 seconde binnen ben. Even bij mijn katten. En ik weet niet hoe ik het allemaal ga doen, want ik moet in een half uur me omkleden naar première waardig. Maar goed, ik wil altijd even douchen, anders op mijn vies. Mijn broek is al een beetje uitgelubberd. Jammer. Zoals hij nu zit had ik dus nog een maat kleiner, maar dat klopt niet, want dan zou ik 40 hebben. Oké, okay. Oh maar. Susanna is er aan zich dat er niemand meer in de rij staat. Ik ben veel te laat. Ik weet ook niet waar ik geparkeerd ben. Echt geen idee. We zitten in de zaal en ik ben heel erg blij. Want soms kun je echt teleurgesteld worden, dan ga je ergens heen en dan voel je echt zo'n nobody. En hier begon iemand foto's te maken voor Vlog, superleuk. En van 21st Century gingen ze me interviewen. Dat vind ik echt superleuk. En we hebben een leuke foto gemaakt. Hallo Susanna. Dankjewel. En we hebben Pink Popcorn, waar is die? Normaal stapt niemand op, zeg maar voel me wat zo over van, ik ben nobody. Hey, we worden daar oh my god. Ja, nee. En ik heb haar dus stijl en helemaal naar achter. Oké. Okay. Do you have something to say? Oh. Red. Kijk, en Rutger komt straks een praatje houden. En jullie zitten hier nu gewoon als allereerste al in de zaal, ook nog eens een keertje gezellig met mij. En dat vind ik super tof dat ik dat met jullie kan delen. Love, Simon. X-Virtje. Oké, ik ga nu even op camera vertellen wat ik ervan vond. En er kwam net een meneer naar me toe, die vroeg of ik dan zondag bij Paul de Leeuw en Mark-Marie Huijbrecht in een tv-programma wilde vertellen wat ik ervan vond. Hey, daar is Jessie. Ja, super. Dank je. Op het einde voelde ik wel een beetje zo van, ik moet huilen, maar toen dacht ik van, ik ga het huilen omzetten in. Ja, mooi. Moet jij huilen? Ik mocht niet kijken. Het heeft geen negatieve vibe. Het is echt een goed gevoel en toch realistisch. En het feit dat ze ook laten zien, dat je als hetero zou zeggen, ik ben hetero, dat je even denkt, oh, je hebt niet gezien. Maar ze gaan ook laten zien van, oh, als je hetero bent, moet je zeggen, hé man, ik ben hetero. Dat je dan denkt, hoezo zeg je dat? Ja, dus dat vind ik zo goed. Dat je, toen dacht ik ook ineens van, wow, dat is eigenlijk zo raar, moet ik zeggen. Dus, top, dankjewel. 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 Hallo, Jesse. Hoi. Ga je ook interviewen? Is goed? Yes. Vond je het? Ik vind het heel leuk. Maar ik was het. Oké, hallo. Wat vond je van de film? Super leuk. Super leuk? Oké. Do you think I should go Sunday? Yes. Kijk hoe leuk ze het hier gedaan hebben. Gewoon een mini-kermis. En vet grappig, ik zeg tegen hem, ik ken jou ergens van. En ik ken hem dus van een voorstelling waar ik in heb gespeeld. En die ging ook over homoseksualiteit. Oh, hij loopt nu weg. Hallo. Kijk. Rutger zit hier als het goed is in met mensen die dan een golden ticket onder hun stoel hadden. Zal ik een beetje van onderen maken? Nee, eeuw. Hoezo? Work your angles, baby. Ik ga toch even van onderen dat je de ding ziet. Oké, I love you, oké?
Buik in. Buik in. Oké, okay, ja, het zit vast wel leuk tussen. Ja, moet ik van jullie nog foto maken of zo? Oh, nee, hoor. Oké. Okay. Ja, komt wel goed. Ik blijf gewoon filmen. Je mag wel stoppen. Ik hoop dat ze een flinke memory card hier naar zitten. You see, like, because then you, like... Oh, wait. Oh, no, stop. She looks at you crazy. Oh ja, hallo. U mag het zeggen, hoor. Goedenavond. Hi, mag ik een veggie burger? Alleen de burger? Ja. Dat was hem? Yes. Oké, mag ik naar de eerste dan? Oké. Dat klonk raar. Oké, dus. Ik had een heel klein beetje avond gegeten, maar ik had geen tijd om het op te eten. Dus ik heb het nog thuis. Maar ja, ging ik langs McDonald's reed, wilde ik een veggie burger. En dit keer is hij wel goed. Zo slecht is een veggie burger niet. 400 calorieën of zo. Ben zo voldaan. Niet door dit. Ja, ook, maar... Ik heb wel eens dat ik ergens heen ga, dat ik me daarna echt rot voel. Ik denk, waarom ging ik? Niet leuk. En hier... Er werd een foto van me gemaakt, werd geïnterviewd. Daarna werd ik weer geïnterviewd. Ik werd gevraagd voor het programma. Ik had leuke foto's. Het was heel erg leuk met Susanna. Susanna is zo chill. Gezelschap, gewoon zo chill. Dus ik ben helemaal happy. En ik moet wel eigenlijk over een half uur slapen. Maar het maakt me even niet uit, weet je. Het is zo fijn om en fulltime te werken. En daarnaast nog een heel erg leuk leven te leiden. Dus ik ben wel trots op mezelf dat ik dat doe. Ik heb misschien een uurtje korter slaap. Who cares? Oké, jongens. Tjallas. Leuk, om bij de 50 Shades première. Had ik echt geen jas om erbij te dragen. Deze jas is top. Hoe leuk is deze outfit? Dit zijn mijn nieuwe loafers dus. Veel leuker dan die sterretjes hakken. Dit pak, het blijft echt top. Bobs, sorry dat ik zo lang weg was, oké? Normaal ben ik heel vaak thuis, hè? Kusje. Is dat lekker? Is dat lekker? Goedemorgen, jongens. Ik zal maar niet zeggen dat ik moe ben. Wat ik wou zeggen is dat ik gisteren dus na mijn werk heel snel even had gedoucht. Voordat ik naar het event ging, had ik mijn make-up voor mijn ogen er wel opgelaten. En ik heb dat nu ook gebruikt. Maar ik had dus die wax voor je wenkbrauw gebruikt van Bobbi Brown. En die mascara die ik laatst liet zien in de, als pakketje. Ik heb hem nu trouwens ook op. En ik wou zeggen dat het wel chill was, want ik had dus gedoucht. En het zat nog helemaal goed. En ik heb dus ook die Chill & Nyx eyeliner. Maar die blijft ook altijd goed zitten. Dus het is wel echt een goede mascara die goed blijft zitten. Dus dan weten jullie dat. En ik ga nu even snel kleren aan doen. En dan ben ik weer de juf. En ik heb echt zin om mijn kinderen weer te zien. Want het was zo leuk gisteren. Jongens, het is... Oeh, mijn telefoon. Oh. De look. Mijn nieuwe trui met mijn pofmouwen. En deze, ik vind het zo leuk. Het roze met de panter. Ik heb eerst nog mijn panterriem erbij. Ik dacht, kan niet. Ik wil eigenlijk nog ringen erbij. Ik dacht, het is too much. Zet mijn look. Ik ga heel snel. Doei. Hey allemaal. Ik kom net terug van mijn werk. En ik heb een pakketje. Oh, ik vloog net door een vliegenzwerm. En ik zit helemaal onder de jeuk. Kijk hoe cool. Het is van een sieradenshop en ik zeg eigenlijk nooit meer ja tegen de sieradenshops. Maar ik vond dit wel echt heel erg leuk. En ik heb twee pakketjes weer van Mooi. Eentje is, als het goed is, hoop ik, iets wat ik op dat event van laatst, waar we dus geen goodiebag hadden gekregen. Maar ik had één ding aangevraagd en dat was een soort van haarmasker. Eentje waarmee je haar wat donkerder wordt getoond. Eentje waarmee je haar gewoon een beetje bruinig en eentje mooi assig. Dus dat was goed, is die zwaardeloos en die ander weet ik niet. Oh, leuk! Hi Charlotte, hierbij de Color Refresh Pearl Silver Sand en Cacao. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Veel plezier, Yushka. Er was zeg maar een vrouw en ik wist niet wie zij was, maar zij schijnt een hele bekende haarstylist te zijn, ook van bekende mensen. En die raadde mij dus deze aan. En dit is dus sand. Om het dus mooi een beetje sandy beige toned te houden, mijn haar. En dit is een pearl silver en cacao. Deze verpakkingen. Maar ik heb dus deze verpakkingen gekregen. Maar dit is ook veel meer. Ik snap het niet. Maar dat ga ik dus testen. Dus ik ben er zo benieuwd naar. Maar ik heb toevallig net gisteren mijn haar gewassen. Dus het duurt even. En dan heb ik hier. Hi Charlotte. Hierbij ontvang je de nieuwe Ethel Shimmer. EOS Shimmer. Iridescent. Metallic glitter en een unieke lipkleur. Deze balm heeft het allemaal. En waarom is het voor je toilettas? Geniet ervan. Oh, ik heb helemaal allemaal vliegen. Volgens mij. Leuk! Ze hebben het in een holographic tasje gedaan. Ik ben net bij het scheidingsstation geweest. En ik kan
En dit zijn weer mijn eerste dozen sinds ik naar het schijnstation ben geweest. Wat leuk, van W7 hebben ze een tasje. En dan, wow, hij ruikt lekker. Kijk hoe mooi die is. Hele mooi, ook mooi voor op je wangen of zo. Cool. Heel erg bedankt, mooi. Ik had al best wel meer dan een week geen pakketjes meer opgestuurd gekregen. Dus ik ben helemaal blij dat ik weer pakketjes heb. Lila Boutique. You're better than unicorns and sparkles combined. Ik heb voor jullie een kortingscode. Charlotte met hoofdletters. En die is tot 1 mei 2018 geldig. En daarmee krijg je 10% korting op de hele webshop als het goed is. En nu ga ik naar de sieraden kijken. En ik vind het er heel erg goed uitzien. Het leukste vond ik toen ik het zag. Deze. Maar ik heb ze dus in zilver genomen. Wat is dit? Volgens mij heb ik deze er nog gewoon bij gekregen. Volgens mij heb ik deze niet uitgekozen. Dit is wat ik heb gekozen. De eerste. Dan hebben we deze. Deze ben ik heel benieuwd hoe ze gaan staan. Want dit is best wel heftig. En een heel leuk kettingje. Ik zie het al vaak met een soort kettingjes, maar ik vind ze vaak best wel overdreven. En deze is heel subtiel. En dus deze. Superleuk. Tijger. Oh, heel leuk. Heel leuk. Volgens mij heb je heel veel... zeg maar van dezelfde ook aan in te gaan. Het ging best makkelijk. Ik dacht dat het moeilijk zou gaan, maar het ging echt heel makkelijk. Kijk hoe leuk. Mega leuk. Cute. Kijk. Oh, deze zijn ook zo leuk. Oh. Geweldig. Heel erg bedankt, Lila Boutique. Ik vind ze echt super leuk. Oké, de kortingscode Charlotte dus. Echt heel leuk. Echt mooie kwaliteit. Heel blij mee. Kijk hoe cute. Je ziet het zeg maar echt zo glinsteren. Leuk, je kunt wel op twee manieren dragen. Heel, heel, heel blij met deze sieraden. Sieran. Okay, jongens, ik ga de weekvlog afsluiten. Ik vond hem zelf echt mega leuk. Dus laat even weten wat jij ervan vond. En of je het nog steeds leuk vindt dat mijn weekvlog zo lang zijn. Heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. En tot in het weekend bij een gewone video. Of anders volgende week met een nieuwe weekvlog. Doei!